Ik denk dat het voor de reisadviseur heel erg belangrijk is om te letten wat er allemaal is inbegrepen bij een reis. Zodat je de juiste reizen met elkaar vergelijkt ook. Soms heb je een hele voordelige reis, waarbij eigenlijk alleen maar een standaard accommodatie is inbegrepen. Daarnaast is het voor de reisadviseur belangrijk om te kijken wat er haalbaar is binnen een budget. En dat je niet te veel in een reis propt. Het zijn gigantische afstanden wat de reiziger af moet leggen. Dus het is belangrijk dat je een balans vindt tussen reisdagen, safaridagen en echt ontspanning. Voor mij is het hoogtepunt van Kenia toch Masai Mara. Dus ik raad iedereen die naar Kenia gaat absoluut een bezoek aan dit park aan. Het is ook het meest bekende park, denk ik, van Kenia. En het ligt een beetje uit de richting als je het vergelijkt met de andere natuurparken. Maar qua landschap is Masai Mara voor mij absoluut het mooiste park van Afrika. Enorm grote populatie aan dieren. En daarnaast heeft het als voordeel dat de chauffeur of de gids van de gebaande paden af mag. Waardoor de klanten heel erg dicht bij de wilde dieren kunnen komen. Het zelfrijden raden wij af omdat de wegen in Kenia zijn gewoon niet te vergelijken met zoals we die hier in Europa zijn gewend. De wagens ook niet. Je rijdt altijd in wat grotere, stevige wagens. Waardoor het gewoon belangrijk is dat je die ervaring hebt met de wegen. En als het daar een keer flink geregend heeft, dan zijn deze wegen gewoon eigenlijk niet begaanbaar voor mensen zonder die reiservaring. En we willen gewoon niet de verantwoordelijkheid moeten nemen als een klant daardoor de auto in puin rijdt of dat er iets met de klant gebeurt. Dan raden wij liever aan dat er een ervaren chauffeur meegaat. Het is belangrijk dat de reisadviseurs goed rekening houden met de seizoenen in Kenia. Ze hebben daar niet de vier seizoenen zoals wij die kennen, maar de regenperiode, zeg maar van eind maart tot halverwege mei, dat is echt wel een periode waar ze rekening mee moeten houden. Het is het laagseizoen in Kenia. Dus de prijzen zijn goedkoper, wat voor klanten heel interessant kan zijn. Maar de kans dat je echt een hele dag alleen maar regen hebt, is ook heel erg groot. En het is belangrijk dat ze dan de klanten ook duidelijk maken dat de plaatjes die ze in de brochure zien, dat het er dan op dat moment heel anders uit kan zien door de vele regenval. Dus hou goed rekening met de periode dat je die klanten daarheen stuurt. De beste periode qua natuurschoon en wildleven is toch wel juli-augustus. Maar dat is ook echt het hoogseizoen. In Kenia noemen ze het zelfs het piekseizoen. Dus de kans dat je daar op safari gaat en geen andere reizigers tegenkomt is dan wel heel klein. Je zult altijd andere mensen tegen gaan komen. En het is een wat duurdere periode. Maar qua weer en het aantal dieren wat je gaat zien zijn dat toch wel de grootste seizoenen. Ik denk dat reisadviseurs ook heel vaak de vraag krijgen van de klant of ze pennen of cadeautjes voor kinderen mee moeten nemen. Daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Ik heb zoiets van adviseer je klant om zo'n project te bezoeken. Dat is goed georganiseerd. Jij leert iets van de mensen en de kleine bijdrage die je geeft, die gaat dan ook naar dat project. Zodat je weet dat het op een goede plek terechtkomt. Het zijn projecten die variëren van natuurwandelingen met een lokale bewoner. Dat je leert over de natuur en de bomen en de vegetatie daar. Tot een project om vrouwen aan werkgelegenheid te helpen. Zodat hun kinderen ook weer naar school kunnen gaan. Dus er zijn heel veel projecten die ze kunnen aanraden aan de klanten.